Dit is de review van de Philips Speed Pro Max steelstofzuiger FC6812. Op de doos staan de eigenschappen van de draadloze stofzuiger, zoals het display, de batterijvermogen en de 360 graden zuigmond. In de doos zelf vind je drie hoofdonderdelen: de kruimeldievenachtige stofzuiger zelf, de steel en de zuigmond. Eigenlijk kan je de stofzuiger op drie manieren gebruiken. De eerste manier is als kruimeldief, de tweede manier is als steelstofzuiger. En de derde manier is als zuigmond om bijvoorbeeld spinnenwebben in de hoeken en plinten weg te zuigen. Op het kruimeldiefgedeelte zie je de stofbak. De 360 graden stofzuigmond, dat betekent dat hij niet alleen stofzuigt voor, maar ook opzij en achter zich, heeft LED-verlichting. En dat is handig op donkere plaatsen, zodat je het stof goed ziet liggen. Met behulp van deze wandhouder kun je de oplader aan de muur hangen, zodat je de steelstofzuiger erin hangt. Op de stang zie je ook het borsteltje dat je kunt uitklappen, zodat er niks beschadigt wanneer je de harde kleine zuigkop gebruikt. Hier zie je de steelstofzuiger gebruikt als gewone stofzuiger met de 360 graden kop en het LED-licht. Je ziet ook de borstel draaien en stoppen. Het geluid van de stofzuiger is overigens aanzienlijk. Het is bepaald geen stille stofzuiger. Het verschilt wel op welke stand je de stofzuiger zet. Dat geldt overigens ook voor de accuduur. Die verschilt nogal per zuigstand. Voor het zuigen van een huis van drie verdiepingen op verschillende standen ben je zo een half uur bezig en dan is de accu ook bijna leeg. Het zuigresultaat is overigens prima. Het grote gemak van deze stofzuiger is natuurlijk dat hij draadloos is en desondanks krachtig genoeg. Ik moet wel benadrukken dat we geen huisdieren of tapijten hebben, dus ik weet niet wat de zuigresultaten in dat soort omstandigheden zijn. Afsluitend een paar sterke punten en een paar minder sterke punten. De drie pluspunten zijn gebruiksvriendelijkheid, het zuigresultaat en het snel weer opladen in 2 à 2,5 uur. En de minder sterke punten zijn dat hij toch wat lawaaierig is, een beperkte accuduur heeft en een beetje zwaar is wanneer je hem optilt om bijvoorbeeld spinnenwebben aan het plafond weg te zuigen. Al met al vooral een hele gebruiksvriendelijke stofzuiger omdat het snoer ontbreekt, maar het lijkt me toch een stofzuiger voor erbij in die zin dat je voor lang achter elkaar stofzuigen toch het best een stofzuiger met een stoer snoer kan blijven gebruiken. En dit was alweer de mini-review van de Philips Speed Pro Max steelstofzuiger. Het maakt niet uit, donker, zwart of wit, als er maar een batterij.